Maurits Hassankhan is teleurgesteld dat er nog niet veel van een diaspora-beleid op gang is gekomen in Suriname. Hassankhan sprak gisteravond in het Nationaal Archief Suriname tijdens de lezing Aanzet voor een te voeren diaspora-beleid in Suriname, verzorgd door professor Ruben Gorishan. De lezing had als centrale vraag aan welke randvoorwaarden moet een land voldoen, wil zij de hulpbronnen in de diaspora-gemeenschap mobiliseren. Gorishan gaf in zijn inleiding aan dat de relatie tussen diaspora en ontwikkeling spontaan is ontstaan doordat emigranten geld stuurden naar hun thuisland waarmee ze specifieke regio's, etnische groepen en families steunden. Dit is een waardevolle bron voor overheden om hun deviezenpositie te versterken. Diaspora-gemeenschappen leveren niet alleen financiële steun, maar ook kennis, politieke invloed en sociale waarden. Dit leidde tot pogingen van de meeste landen om de hulpbronnen in diaspora-gemeenschappen aan te boren in internationale betrekkingen. Hassankhan benadrukte dat er breedvoerig discussies gevoerd moeten worden om tot een goed diaspora-beleid te komen. Want ik ben van mening dat wil je een diaspora-beleid met succes ontwikkelen en toepassen, dan moet je vrij brede discussie voeren in de Surinaamse samenleving. Daarnaast een discussie in Nederland zelf en daarna de mensen bij elkaar brengen om gezamenlijk erover te praten. Want waar het om gaat is dat wij Suriname tot ontwikkeling willen brengen door diaspora ook in te zetten daarvoor. En die diaspora die heeft zijn eigen wensen en eisen en verlangens waarvan wij sommigen zeggen van dit is een beetje moeilijk te realiseren, dus dat zal wat tijd vergen om het met elkaar tot overeenstemming te komen. De lezing is verzorgd door de faculteit der humaniora van de Anton de Kom Universiteit, waar de masterstudenten geschiedenis een vrij zware cursus over migratie, diaspora en ontwikkeling afwerken. Hassankhan zegt dat het met het in het openbaar bespreken van de uitdagingen de faculteit wil bijdragen aan de totstandkoming van een diaspora-beleid voor Suriname. Hassankhan geeft verder aan dat er een studie is gemaakt door de Internationale Organisatie voor Migratie over het ontwikkelen van een diaspora-beleid in Suriname. Waarbij zij onderzoek in Nederland als in Suriname hebben gedaan over bepaalde aspecten van diaspora, wat zou het moeten inhouden, wat zijn de problemen. Daarvan is er een rapport verschenen en ook heeft men een 5-jaar plan geformuleerd dat binnenkort in werking zal worden gebracht. Daarover ging ook die training. En wat zou je moeten doen om een succesvol diaspora-beleid te ontwikkelen? Dat zijn allemaal vragen die aan de orde komen. Ook het feit dat er een beetje gevoelige zaken zijn in de relatie tussen diaspora en Surinamers. En dat zijn allemaal zaken die we met elkaar moeten bespreken. Hassankhan zegt dat er wel bereidheid is vanuit de diaspora om Suriname verder te helpen ontwikkelen. Alleen is er een goed beleid nodig vanuit de Surinaamse overheid.